We doen verslag van de Aubade, Koningsdag 2022 in Harlingen. Dit jaar weer veel publiek en mooie muziek. Aan het einde van het verslag de toespraak van de burgemeester. Ja, gaan we beginnen? Welkom, lieve Harlingers en andere gasten. Hartelijk welkom bij de Aubade op Koningsdag 2022. Om te beginnen heel hartelijk dank aan de prachtige muziekvereniging, Stedelijke Muziekvereniging, voor de schitterende koraalmuziek. En Hosanna voor de prachtige andere muziek. Geen koraalmuziek, maar ik weet niet wat voor muziek jullie speelden, maar het klonk geweldig. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. En we gaan beginnen met een aantal liedjes, met de Aubade. Thank you.
Zijn. We hadden niet op zo'n grote opkomst durven hopen, maar het is echt fantastisch om jullie hier te zien. Hartelijk welkom bij de gezamenlijke aftrap van de viering van Koningsdag 2022.
Wat bijzonder om dat met zoveel mensen te mogen doen. Er gebeurt zoveel in de wereld dat we bijna zouden vergeten dat we 2 coronajaren achter de rug hebben. Jaren waarin we slechts af en toe en met veel beperkingen met meer dan een paar mensen tegelijk bij elkaar konden komen. De straten waren leeg, evenementen konden niet doorgaan, we zaten vooral thuis en het belangrijkste uitje was een blokje om. Maar nu zijn we weer met velen bij elkaar om allereerst te vieren dat de koning jarig is. En vanuit Harlingen gefeliciteerd, majesteit. Maar vooral om te vieren dat we met elkaar Harlingers zijn. Dat we mens zijn met elkaar. Mensen zijn sociale dieren. In ons eentje verpieteren we. In het contact met andere mensen ervaren we dat we ertoe doen. Dat ons leven zin heeft. Koningsdag staat dan ook in het teken van de betrokkenheid die we hebben bij elkaar. Dat was gisteren al zichtbaar bij de lintjesregen. Juist die mensen krijgen een onderscheiding die zich onbaatzuchtig en langjarig inzetten voor anderen en terecht. Dat we dit land samen maken als één gemeenschap wordt niet altijd door iedereen ervaren. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat een aanzienlijke groep Nederlanders zich verzette tegen het coronabeleid van de overheid. En de kloof tussen diegenen die dit beleid wel volgden en degenen die zich er tegen hebben verzet, is groot geworden. Het heeft geleid tot onderlinge ruzies, onbegrip, vervreemding. Er is een afstand ontstaan die weer een nieuwe invulling heeft gekregen door de oorlog in Oekraïne. Veel van de mensen die zich tegen het coronabeleid hebben verzet, lijken nu Poetin te steunen. Het is verbazingwekkend en heel erg jammer om te zien hoe groot die afstand tussen mensen zo plotseling kan ontstaan. Voor- en tegenstanders die niet meer met elkaar praten. En bij velen een grote achterdocht tegen de overheid. Ik hoop oprecht dat we er met elkaar in slagen om die kloof weer te overbruggen. Dat we weer met elkaar in gesprek gaan. Dat we weer naar elkaar gaan luisteren. Want uiteindelijk zijn we één Nederland, met elkaar. Samen maken we dit land en deze gemeenschap. We hebben dit jaar hopelijk ook veel kansen om die gezamenlijkheid vorm te geven. Om elkaar weer te ontmoeten en feest te vieren. Zoals het er nu uitziet, wordt het een jaar met geweldig veel evenementen. Ik noem een paar gouden ouwe, het Lanenkaatsen, het Vestdijkfestival, toppendansen in juni. Natuurlijk het geweldige evenement van de Tallships Races in juli. De visserijdagen aan het eind van de zomervakantie. Als het meezit, weer Harlinger ongeschud in september. En wie weet, we hopen erop, weer een Zoutsloten kerstmarkt om het jaar af te sluiten. Voor nu ziet het er naar uit dat we veel van de gemiste contacten met bekenden en onbekenden volop kunnen inhalen. En dat we daar de stad en de gemeente niet voor hoeven te verlaten. Zeker met de Tallships Races komen de rest van de wereld naar ons toe. Ik zie er met u naar uit. Voor nu wil ik u allen een mooie Koningsdag wensen. In vrede en vriendschap met zoveel mogelijk mensen. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
jullie wel. Dat was prachtig.